vind het babybezoek, dat vind ik het vermoeiendste. Al die mensen komen over de vloer, je moet heel een tijd sociaal zijn, iedereen heeft een mening. Oh, slaapt ze niet goed? Ja, dan moeten ze op hun buik liggen. Nee, je mag ze niet op hun buik liggen. Je moet ze inbakeren. Nee, je moet ze venkelthee geven. Je mag geen slaappillen in haar pap doen. Heb ik nooit gedaan, hè. Stom eigenlijk, want zo heb ik haar moeder wel zwanger gekregen. Ook niet waar, hè. Ook niet nodig. Twee glazen wijn en die doet alles. Iedereen heeft een mening. Wij hebben buren, ik heb heel speciaal buren. Mijn buurvrouw, dat is echt zo, echt hippie. Echt een, je kunt ze zo voor de geest halen. Echt een hippie. Zo van die dreadlocks, een trui aan van Greenpeace. En elke dag zo'n dezelfde oranje linnenbroek. Zo'n oranje linnenbroek waar dat schaamhaar hier van onderuit komt. Dat je denkt, knip het af, want je gaat tussen de ketting van uw bakfiets geraken. Ze is dan getrouwd met José. Pas op, pas op. Sympathieke man, hè. Sympathieke man, maar lelijke tanden. Ja, Ingrid en José. Ja. Ze is zelf twee keer thuis bevallen, Ingrid. Maar dan wel klagen dat er vocht in de muren zit. En die kwam dus af met de raad om de placenta op te eten. Ik zeg, wat blief. Ja, je moet de placenta opeten. Dat is een fantastisch ritueel om de band in je gezin te versterken. En ook heel goed voor je vrouw tegen de postnatale depressie. Ik zeg, ja, dat kan ik me wel voorstellen, ja. Als je zo'n bord placenta hebt opgeten, dat je nu zelf denkt, vanaf nu kan het niet slechter gaan. Wij ze hebben drie kinderen, hè. Want ze is twee keer thuis bevallen en ze hebben er dan nog één geadopteerd. Ja, ze hebben een Gert, een Rik en een Yasmani Punjab. Ja. De Gert is geadopteerd. Maar er is niks mee aan te vangen. Want die geloven in vrije opvoeding. He, dus die kinderen die zijn altijd lawaai aan het maken, op straat met hun bal tegen hun auto ontstampen, het voetpad ontvolkliederen met van dat stoepkrijt. Ik zeg, Ingrid, sorry, maar ik heb niet graag dat ze hier voor mijn deur alles volkliederen. Ja, Filip, ja. Het heet niet voor niks stoepkrijt, hè. Ik zeg, ja, zo. Ik heb die kinderen dan stoelenverf en parketstiften cadeau gedaan. En porno-dvd's. Allee, Filip, porno, dat geeft het toch niet aan kinderen? Ik zeg, Ingrid, het heet niet voor niks kinderporno, hè? Is dat erover? Goed dat ik die van de vingerverf niet gemaakt heb. Dan. En die is altijd, hè, want ze hebben een moestuin. Haar moestuin, dat is haar leven. Dus ofwel is ze in haar moestuin aan het werken, ofwel is ze aan het zeuren over haar moestuin. Oh ja, Filip, want het is zo zalig om zo dicht bij de aarde te zijn. Ik zeg, ja, Ingrid, ik ken nog een betere manier om dicht bij de aarde te zijn. Gaat eronder liggen.